Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 60 alweer hier in Oostenrijk. Heb je de vorige video in Frankrijk gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts moet het ietsje. Klik daarop, dan zie je die video verschijnen natuurlijk. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. De vorige wedstrijd in Frankrijk verliep niet zo goed voor Verstappen. Hij maakte daar een fout en eindigde dus als 11e. Tweede race op een rij die niet goed gaat voor mijn teamgenoot. Dus hopen op revanche in Oostenrijk. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Volg me even op de sociale media. @Gianan Schraven, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Geen regen verwachten in de kwalificatie en de wedstrijd. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan voor Q1 hier in Oostenrijk. We zijn aanbeland bij Q1. Dus lekker zonnig weer in Spielberg. Eerste bocht nemen we wat te scherp. Had ik helaas niet gezien en krijgen een corner cutting waarschuwing. Dus daar moeten we voor oppassen dat we die niet te vaak krijgen in de kwalificatie. Zetten wel paars in sector 1 neer. Ricciardo met de snelste tijd in Q1 met een 1 minuut 1,9. We gaan richting de 1 minuut. En wij met een 1,2,8. We've only got 2 laps of fuel left. Dus we gaan er nog een keer uit. Maar we gaan er wel een klein beetje te wijd. Hopen dat wij wat meer tijd vinden. We vonden wat meer tijd. En we zijn aanbeland bij Q2. Want ik heb die ronde had ik helaas verpest. Dus die heb ik er niet helemaal in zitten. Dus is het op naar Q2. Wat bewolkter geworden hier in Oostenrijk. Maar er is dus geen regen voorspeld. We komen bij het einde van die outlap. Van diezelfde ronde. Overstart finish, wel een momentje op de exit van de laatste bocht. Een Mercedes vindt het wel mooi geweest en staat in de pitbox. Wij moeten hier alles geven, gaan daar gewoon wijd. En daar weer een momentje op de exit. Moeten hier alles geven. Voor Q2 gaan hier wat wijd helaas. Krijgen weer een track limit waarschuwing. Ik geef gewoon alles wat ik hebben kan. En het is een tweede tijd op een tiende van Valtteri Bottas. We zijn aanbeland bij Q3. Hopelijk kunnen wij misschien naar de pole rijden, maar ik ben er bang voor. We staan op P10 met nog geen tijd op de klok. Dus dit wordt een wat. We krijgen een track limits waarschuwing omdat wij een millimeter buiten de baan komen. We zijn hier streng op. En het is een P10 met een 1-1-7, dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. We gaan hier helaas weer wijd, want ik wil extra snelheid meenemen, maar vergalopeer mij in die eerste bocht. We krijgen dus een track limits waarschuwing. We zitten wel een tiende onder onze eigen tijd met paars in sector 1. 15e eronder. We krijgen daar een track limits waarschuwing. Vlag hangt uit hier in Oostenrijk. Waar komen wij te staan? Op de startgrid. Dat is de vraag, want ik weet het nog niet. Een P8 op 2/10 van Verstappen. Dus de hele top 10 staat binnen een seconde van elkaar. 23.000ste achter Max staat Bottas. Daarachter staat Leclerc op 48.000ste. En daarachter staat Perez op 76.000ste. Dus de top 4 zit binnen een tiende van elkaar. Dat gaat leuk worden voor de grote prijs. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 60 hier in Oostenrijk voor My Team Career Mode. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season.
One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Carlos Sainz, and Hamilton, Gasly, the Professor, Norris, and George Russell, Joe, Stroll, Marcus Armstrong, and Giovinazzi, Eilert, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. Lundgaard, Mazepin, Ricciardo, and Esteban Ocon rounds off the grid. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Soft, medium, medium is de strategie. Opnieuw punten moeten we binnenhalen voor het team. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 60 hier in Oostenrijk. We starten op een P8 in de grote prijs. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we hebben al wat wielspin bij de start. En Norris is beter weg. Ook is daar Russell beter weg. Het is daar drie dik in de eerste bocht. We raken iemand via de zijkant. En pakken Russell hier op de exit. Maar Russell heeft wat meer topsnelheid in die Renault motor. We komen terug in de slipstream. Ook Hamilton zit te kijken. Drie dik hier in bocht nummer 3. En dat lukt. Sorry, in bocht nummer 2. Excuseer. En P6 is van ons. Russell kan wel terugkijken. En terug aanvallen. Maar wij gooien de deur hier dicht. En dat is nog steeds P6. We zitten in ronde nummer 2 als we daar Carlos Sainz hebben aan de binnenkant. Zij aan zij hier door de late sector. En Sainz maakt daar een foutje. En dat gat is al een seconde geworden. En wij noteren een 1-4-9. Persoonlijke verbetering van onze race ronden. DRS beschikbaar gesteld. Herhaling van de start met Verstappen op pole position. Bottas op P2. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En wij kwamen gewoon wat minder lekker weg. Moesten hier ook uitwijken omdat daar die Alpine in één keer voor een gat dook. En Bottas nam de leiding over van Max. Is hier een drijfkreet met mezelf en die Alpine van Ocon. Hij wint de speed. Hamilton blokkeren wij daar. Maken daar een divebomb. En zo was dus die P-posities van ons. Ocon kon hier wel terugkomen, maar wij blokkeren zijn pad. En zo hadden wij definitief die plek veroverd. Ronde nummer 6 en er een nieuwe strategie beschikbaar. Om een eenstopper te doen in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Interessant, dat gaan we gewoon volgen en zetten rood in sector 1 neer. Het gat naar Gasly is 3,4 seconden, naar Perez is 3,7 seconden. Het gat naar Norris is 2,3 seconden en naar Sainz is dat 2,5 seconden. Dus we zitten zo'n beetje in niemands land te rijden. En dat al in ronde nummer 6, dus dat is extreem vroeg in de wedstrijd. Nog 30 rondes te gaan namelijk. Dus hopen dat er nog een beetje spanning terugkomt in de wedstrijd zelf. Dus ik ben benieuwd. Ronde nummer 12 is het als we daar Nikita Mazepin op een ronde zetten. Want hij komt uit de pitstraat gereden. Er is al één iemand op een ronde gezet. De volgende heet dan Mick Schumacher. Die Verstappen tegenkomt. Die rijdt een paar meters voor hem. Bottas op P3. Gasly op 4. Zhou dit keer op 6 en Giovinazzi op P7 in zijn Aston Martin. Daar hebben wij dan Nikita Mazepin. In ronde nummer 13. Moet aan de kant voor ons. De vraag is, wanneer doet hij dat?
Hij gaat nog niet aan de kant. En hier dan wel, jazeker, aan de rechterkant en is er voorbij. Gasly dus op 4. En we gaan ronde nummer 14 alweer in. We zijn 1,1 seconde langzamer dan onze persoonlijke beste tijd. En bereiken de pitwindow, zegt Jeff. Geel! Het is geel! In sector 2. Er rijdt een Red Bull langzaam en het is volgens mij Guanyu Zhou. Die daar gaat uitvallen in de grote prijs. Jazeker, Zhou weg. In de grote prijs van Australië heeft volgens mij een probleem met de auto. En we duiken naar binnen voor deze ronde. Tenminste, als er een safety car komt, er komt geen safety car. Dus we gaan gewoon nog een ronde door. In ronde nummer 17 dus. Bottas naar binnen. En wij rijden aan de leiding in de grote prijs van Oostenrijk. En daar kwamen wij ook een Ferrari tegen, volgens mij. Herhaling van Guanyu Zhou. Ja, die daar gewoon uitvalt. Hier is het dan al gedaan. Guanyu Zhou staat stil. Of gaat stilvallen hier in Oostenrijk. Was dus in ronde nummer 16. Motorproblemen bij de Honda motor dus. Bij de krachtbron van Honda. En 0 punten voor de Chinese coureur. We zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als we daar blauwe vlaggen krijgen voor Mick Schumacher volgens mij. Die daar aan de kant moet. We zitten in ronde nummer 20. Nog 16 rondes te gaan. De wedstrijd duurt meestal niet zo lang hier in Oostenrijk. Het is maar een kort circuitje. Sorry, het is Lundgaard die op een ronde wordt gezet en gaat hij niet aan de kant. En Lundgaard is hem kwijt. Christian Lundgaard crasht. En de safety car is op de baan vanwege heel veel rotzooi. Dat geeft een voordeel voor ons, want wij hoeven nu een eenstopper te doen. Jazeker. De rest gaat een tweestopper doen, wij een eenstopper. En komen in ronde nummer 21 naar binnen voor onze laatste pitstop. Wij hoeven dus ook geen pitstop meer te maken. Want met 15 rondes kan je dit wel makkelijk uitrijden op de medium compound. Christian Lundgaard uitgevallen in de grote prijs. Werd op een ronde gezet. En was hem denk ik kwijt. Ging ook niet echt makkelijk aan de kant, vond ik. En we komen terug op een P5. Achter Gasly en achter Bottas. Maar voor Charles Leclerc en Daniel Ricciardo. En dan pikt hier de safety car iedereen op. En is het wachten totdat iedereen bij de safety car aansluit. Dat kan wel een ronde of 3-4 duren. Dus we moeten geduld hebben in de grote prijs. Herhaling van Christian Lundgaard die hier niet zo makkelijk aan de kant gaat. Ja, ik snij ook wel wat naar zijn lijn toe, vind ik. Dus ja, ik had wat meer ruimte kunnen overlaten voor Lundgaard. Maar het is wat het is. Helaas pindakaas. En in ronde nummer 24 gaan we weer racen. Want de safety car is naar binnen geweest. Jeff adviseert, manage je banden. Maar daar zitten we al bij Pierre Gasly misschien te kijken. Nou, de Honda motor heeft toch wel wat vermogen getrokken. We kijken hier naar de buitenkant. Zet de groene sector 1 neer. En dat is P4. Op naar Valtteri Bottas. Voor dat podium. Kijken of wij hem ook zo voorbij kunnen. We stappen op P2. Met Sergio Perez aan de leiding. We zetten de snelste raceronde neer. Met een 1-3-3. En daar is Bottas dan gezien. Het is heel close met de Finn. Jazeker. En we zetten groen in sector 1 neer. Een tiende sneller. Verstappen. Mijn teamgenoot is de volgende met nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd.
en we rijden er al gelijk naartoe, want Verstappen rijdt op versleten mediumbanden. Wij gooien onze overtakeknop aan om te laten merken dat we sneller zijn. Maar Max dringt ook aan bij Perez. We zitten in ronde nummer 26, nog 10 rondes te gaan, DRS geopend. Voor Max en mezelf, we zitten in de slipstream van mijn landgenoot. Kijken hier naar de buitenkant. Zitten groene sector 1 neer. Verstappen remt laat. Maar die plek is wel van ons. Komen wat op die curbstone terecht. Maar het is geen probleem. En Perez is de volgende. Voor de leiding in de wedstrijd. En dit zou nogal wat eens kunnen betekenen. Ronde nummer 27. En we kijken hier aan de binnenkant van Perez. Remmen laat. Schiet ik gewoon door. Nemen te veel snelheid mee. En Perez heeft die leiding weer heroverd. Maar dan hebben we hier overteken op. En DRS zijn er dit keer weer voorbij. En dit keer zijn we er officieel voorbij. Perez denkt nog terug te komen. Maar wij sturen wat later. En Max pakt P2. Dus een dubbel podium in handen. Voor ons. Geel in sector 1. Want een Ferrari staat stil. Maken een foutje. En Verstappen profiteert misschien. In ronde nummer 31. Verstappen gaat profiteren. En heeft de leiding veroverd. Met nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. We proberen terug te komen bij mijn teamgenoot. Maar dat lukt niet. Overtakeknop aangooien voor extra power. En we zitten in ronde nummer 32. We vallen aan bij Max. Heel close tussen ons twee. Maar het is wel weer P1. We krijgen een track limits waarschuwing omdat we een paar millimeter te ver buiten de baan zijn geraakt. Onzin, maar goed. Dat geeft niks. En Max verliest gelijk een plek aan Perez. En wij zetten paars in sector 1 neer. Max verliest meer plekken. Aan Bottas en Leclerc. Max op P5. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Nikita Mazepin. En we zitten in ronde nummer 35. En we zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Max valt buiten het podium. Jammer, maar helaas, wij gaan hier de wedstrijd winnen. Een comeback drive. Bottas naar P2. Perez pakt het laatste podium voor Red Bull. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd in België. Fantastic team effort to secure victory here in the Styrian Alps. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de Grote Prijs van Oostenrijk. Wij winnen dus de wedstrijd. Ricciardo krijgt driver of the day. Wij pakken ook dezelfde racepunt. Bottas naar het podium. Perez naar het podium voor Red Bull. Verstappen verliest in een aantal rondes tijd zijn tweede plek. Jammer, maar helaas. En wij van P8 naar P1. Goed gedaan met een 1-stopper. En Leclerc met een 2-stopper naar P4. Verliest een plekje. Ricciardo op P7, Gasly 6, Norris 8, Giovinazzi pakt punten voor Aston Martin, doet hij goed. Hamilton teleurstellend, van P6 naar P10. Jammer voor de zevenvoudig wereldkampioen. Daar zal hij toch van balen, want Bottas pakt een podium. Russell op P11, Lance Stroll 12, Ocon 13, Yuki Tsunoda 14. Twee uitvallers. Dat zijn Guanyu Zhou en Christian Lundgaard, uitgevallen door problemen. 96 punten verschil naar Verstappen. En 176 punten verschil naar McLaren. Red Bull pakt het zussenteam AlphaTauri.
Dus dat is goed om te zien, maar ja, daar koop je geen brood voor. Helmut Marko vindt dat gewoon niet oké. En wij gaan gewoon weer aan de leiding bij beide kampioenschappen. Dat is gewoon nice. Het team is level 27. Wij zijn level 22 en Max is level 21. Dus nice om te zien. Cash, 3,05 miljoen van de sponsoren binnengeharkt. Helaas, wat schade gereden van Max en mezelf. In totaal, inkomsten is $41,48 miljoen op de bank. Dus dat is goed om te zien. Van dat geld kunnen we natuurlijk het contract van Max weer gaan kopen aan het einde van deze wedstrijd. Want het contract gaat sowieso worden verlengd. Ik hoop dat Max gewoon akkoord gaat met de huidige omstandigheden. Maar dat is allemaal voor de volgende keer namelijk. Dan zien we of Max het accepteert, ja of nee. En als hij het niet accepteert, ja, dan hebben we nog 3 pogingen. En anders moeten we Barnes gaan inzetten. Onze reservecoureur die niet al te best is. Dus hopen dat Max dat gaat accepteren. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creator content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van me mist. Reageer wat even bij de kant moet worden op deze video. Volg me even op de sociale media. @JanAnSchaven op Twitter, Instagram en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Creator. En verder in België.